Enkele gebieden in het binnenland hebben vanaf de vorige week uitval en storingen op het telecomnetwerk. Dit meldt het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur, in het persbericht. De eerste uitval was op zaterdag 26 juni, waarbij de conclusie was dat een EBS-stroomkabel naar Brownsberg was uitgevallen. De oorzaak was het vernietigen van de kabel tijdens graafwerkzaamheden van illegale goudzoekers in dat gebied. EBS Brokopondo werd onmiddellijk geïnformeerd over de stroomuitval. Ook in het Boven-Marowijnengebied viel de stroom uit vanwege blikseminslag op de Telesur-mast Nassau Midpoint. Telesur meldt verder dat op donderdag 1 juli na 4 uur in de middag alle sites in Brokopondo en boven Suriname in bedrijf zijn nadat op enkele locaties defecte apparatuur vanwege blikseminslag is vervangen. Wat nu op de planning staat is het werken aan het tv-signaal in de gebieden Leliegebergte, Apetina, Tipu en Kawemhakken en Anapaike. Met deze werkzaamheden wordt deze week een aanvang gemaakt, maar dit is afhankelijk van de weersomstandigheden in het binnenland en de gesteldheid van de vliegvelden. Telesur begrijpt het ongemak voor de binnenlandbewoners en verzekert dat eraan gewerkt wordt de storingen zo snel mogelijk op te lossen.